De meldkamer doet er hier gemiddeld al een minuut langer dan landelijk over om een ambulance op pad te sturen. Dat komt soms door taalbarrières, maar ook omdat er in Amsterdam door de drukte vaak weinig ambulances beschikbaar zijn. Nou, daar hebben we er niet voldoende van. De zorgvraag in Amsterdam is echt heel erg hoog. En dat betekent dat we dus heel vaak heel lang moeten zoeken naar een vrije ambulance. Daarnaast krijgt de meldkamer regelmatig te maken met ziekenhuizen waarvan de spoedeisende hulp al vol zit. Bovenop deze moeilijkheden is er een nieuwe ontwikkeling. De meldkamer van Amsterdam dekt nu ook nog de relatief rustige regio Zaanstreek-Waterland, maar raakt die taak straks kwijt. De meldkamer zal dan niet meer door 6 of 7, maar door 5 of 6 mensen bemand kunnen worden. Dat extraatje wat we nodig hebben om die bijzonderheden in Amsterdam te bedienen, dat gaan we dan missen. Nou, dat vinden wij onverantwoord. Ja, het klinkt altijd een beetje pathetisch, maar het is misschien wel een terechte vraag nu. Staan er dan levens op het spel? Dat wil ik niet meteen zeggen, maar het wordt dan meteen ontzettend druk. Dus we gaan dan situaties meemaken dat we met minder mensen dan nu het geval is, een bijzonderheid moeten handelen. Ja, en dat wil je niet meemaken. Onze tijden zijn al lang. Dan ga je bij bijzondere omstandigheden extreem lange tijden krijgen. Ondertussen groeit Amsterdam maar door, zowel in bevolkingsomvang als in het toerisme. Mocht de meldkamer uiteindelijk toch mensen kwijtraken, dreigt de ambulancedienst zelf de landelijke inspectie te waarschuwen. Maar op een gegeven moment komt toch het ministerie die zegt, meneer Pierik, u moet maar meewerken. Ja, maar dan denk ik dat wij niet anders kunnen dan inspecties in te schakelen en te zeggen, dit is onverantwoord. Wij worden geacht verantwoorde zorg te leveren. En als wij gedwongen worden te werken met capaciteiten waarvan wij zelf weten dat ze niet verantwoord zijn, dan rest mij geen andere mogelijkheid dan te zeggen van wij als directie van Ambulance Amsterdam stappen naar de inspectie en vragen een oordeel van de toezichthouder op kwaliteit. Komende weken vinden beslissende gesprekken plaats over het aantal plekken in de Amsterdamse meldkamer.